Ja. Ik denk dat ik eens even ga kijken, want ik ga een paar, beeldjes diepst. Dus dan gaan we in ieder geval dat popje vastmaken en kijken wel of we hem gebruiken. Ik denk dat ik deze bewaar voor de playthrough als pas terug is van zijn vakantie. Barbarian. Ik weet alleen even niet wat wijsheid is. Of ik de Golden Dwarf pak of die Half Orc. Met die Savage Attacks. Dus met Chris over hebben. Hadden we. Die. Ja, live domain. Teams en Bethes. Even weg. Guidance, ja. Leuk natuurlijk. Twee beurten. Concentratie. Of the damage from bludgeoning, piercing and slashing. One target at a time. Ja, oké, dat snap ik. Maas, uit de been hadden we al. Battles. Injustice. Stop. Sick. Magic. Artisans en miners. Elves, dat is niet. Gnomish, halfling. Oh. Orks.
Messes. Heet currently kept in the nine hells. In birth and beginnings. New ventures and five. Rises to the dead. Dat zou misschien wel eens kunnen. Deze maar naar de background. Insight is wisdom plus 5. Religion. Deception. Love. Heel entertainment. Deze doe. Patient. Abilities staan 16. Oh, ik wil die klas even tussendoor. Kijk nu. Hoezo? Dit is al inclusief de plus 2, oké. Dus wat ik wil, mag eigenlijk helemaal niet. Is het nou niet hoger? Ja, zo kan ik hem. 16, 14. Ook bijna geen strength. Into saving throw. Geen min hebben natuurlijk, hè? Rest. Oh, we hebben nog één puntje zelf. Action initiative en armor class. Melee weapons. Oh, you can jump and how much can you can
Carry, oké, nou dat. Inzetten, dat al zit. Is het even zo? Niet verkeerd, natuurlijk. Wel kast en verbezigd. Deks gooien. Plus 1 initiative. Oh, dit kun je ook nog aanpassen. Ja, Madison is nog logisch. Oh. Power skills with proficiency. En toch niet kiezen. Ik kan of kiezen tussen history of religion. Al op 5. Combination op 3. Hier dus. Het is echt wel een support deze kerk. Met alleen maar race trouwens. Want dat wil ik natuurlijk niet als half orc hebben. Dungeon intelligence, wisdom en charisma. Charisma en wisdom. Gebruik ik zo. Belangrijk. Sleep, dus of double Oh, wacht. Hoe is je nog echt? Ik. Weer compleet andere spels doen we bij. Bij. Oh, niet. Oh, hè? Kijk. Waarom had ik dan. Nou, oh, dat maakt even niet uit. We meer dragen.
Niet, dus eigenlijk geen zin. Zeg wel heel cool natuurlijk. Het zal een melee zijn en ik eigenlijk direct vallen om. Heel veel in melee. Ik denk dat ik een gnome word. Dan hebben we een advantage op Paragins Wisdom en Charisma Saving Rolls. Op zich altijd wel makkelijk, maar heb ik dat nog nodig? Plus 1 en plus 1. Krijgen we dus niks. Oké. 12 en hebben we een 7 rol. Kunnen krijgen. Religion, Insight, Medicine, Patient. Oh. Charisma, plus 5 van Saving Throws, plus 3 van Charisma, plus 2 van Proficiency. Dat er van Wisdom. Huh. Dat interessant natuurlijk. Ability check. Goes. So. Identity. Where to next? What was that? Let's hope the locals are friendly. Hells, something just woke up down here. Be wary, this place is trapped. It's opened. I wonder. There's magic keeping this chest sealed. I can feel its aura. Oh. Deltones, ja.
Waar gaan we met je? Vraag. Zal me eerlijk zijn. Oh, die... Oh my. Dat hoor ik binnen. Hoor je mij, Krisha? Niet meer, ook aan mij lijkt. Hier even kijken. Staan. Weet ik toch. Want standaard staat hij op de bio. En mijn bio. Op een andere reset. Ook zo. Test. Ja. Nou, aan mijn kant zou alles moeten werken, dus ik hoor jou in ieder geval niet, Chris. Ik ben ook niet aan het zeggen. Hoor ik me nou wel? Ja, nou hoor ik je. Kijk, weet je hoe dat werkt? Als ik mijn mond open trek, dan komen er weer meer woorden uit. En als ik dan meer woorden zeg, dan hoor je die meestal beter. Ja. Hoe is het met Roy? Ja, goed. Ik ben al een uur bezig aan popjes te maken, maar... Ik zou je zeggen, ik heb die beta heb ook niet gespeeld. Ik heb ook tegen Pascal daar sinds gezegd van luister Pas, ik wacht er fijn op tot dat ding uitkomt en dan haal ik het dan wel. Ja, dat heb ik ook gedaan. Ik heb alleen even een beetje door de character creator en zo gekeken en that's it. En, Pascal die heeft nou blijkbaar al eigenlijk de hele een aantal keer gedaan. Maar ik heb nog helemaal gereed gedaan. Ik ook niet. Ik heb wel al in mijn gedachten wat dingen bedacht wat ik aan characters zou kunnen willen spelen. En wat heb je in gedachten? Nou, of mijn barbarian met een twist. Met een twist? Ja, je kunt multiclassen in Baldur's Gate 3. Dat is gewoon D&D rules, dus dat is niks nieuws, maar dat is altijd leuk. Precies, dan was ik aan het denken om een barbarian, een holy warrior te maken, dus een barbarian pally. Een barbarian pally? Ja. Oké. Okay. En de andere zou een cleric bard zijn. Dan het sportcharacter, zeg maar. Clerics zijn sterk, hè. Waar kijk je daar niet op? Clerics zijn fucking sterk. Zijn ze altijd geweest in D&D? Ja, en vooral in 5e. Ja, daarom. Luister, je kunt gewoon zeggen van ik speel een cleric en dan krijg je daar gewoon krijg je alle content mee verslagen uiteindelijk. Als je er genoeg clerics tegenaan gooit, win je altijd. Ik heb Pascal beloofd dat ik het nog niet zou gaan spelen tot hij terug was van vakantie. Maar ja, wat hij niet weet, hè.
Maar dus, we kunnen, aangezien hij toch een aantal keer act 1 heeft gedaan, kunnen wij gewoon vast een keer beginnen aan act 1, want hij is pas toch volgende week. Heel leuk als we inderdaad, als hij terug is, dat we dan met z'n drieën gewoon aan de campaign beginnen. Ja, precies, dat we nu gewoon een beetje aankloten, een beetje testen, kijken hoe, hoe de klas is. Ja, precies, een beetje kijken van werkt het idee wat ik heb. Ik, even dat je weet, ik ga met jou trouwens wel roleplayen. Ja. Ik ga dat niet met jou zitten, met jullie zitten roleplayen, maar qua keuzes in het spel. Als ik een grote vetnek ben, dan ben ik gewoon de grote vetnek. Ja, precies. Wat het is, en dat is het mooie hier in deze game, heb je ook bij de pally, heb je je oot, zeg maar. Mm. Als jij jouw oot breekt, verandert er ook het een en ander. Dat is leuk. Precies. Dan ben je ineens een Dead Knight, zeg maar, even makkelijk gezegd. Ja, dat snap ik wel. Maar ik, Noah, het zoontje van Ramon, hè, die is nu 14, die heeft, maar was dat niet afgelopen weekend, maar een weekend daarvoor volgens mij, was hij een keertje naar zo'n D&D meeting gegaan. Kom, mm-hmm. Mocht hij meespelen, vond hij helemaal geweldig. Ik zeg ze tegen hem van, ja, wat heb je dan gespeeld? Ja, ik was een held, ik speelde een held en ik ging mensen redden. En ik zeg ze tegen hem, luister, je moet altijd de grootste vetnek spelen die je kunt denken. En dan probeer ermee weg te komen. Want dat is het leukste, ermee wegkomen. Ja, je moet ook echt wel backgrounds kiezen dus op zich, hè? Wat is hij onderhand aan het doen? Is nog op het ja, ik ben ook Anno aan het spelen. Ik zal Anno eens afsluiten trouwens. Dat kan lichtelijk helpen. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Oh. En jij flink aan de diarree dus. Ja, tot gisteren of tot vanmorgen in ieder geval. Nou, minder diarree of? Ik heb nog niet echt ontlasting gehad, hè, want ik ben helemaal leeg. Dat is wel een fijn gevoel. Dus ik ben ook, ik heb vandaag ook niet te zwaar gegeten, zeg maar. Echt, want je moet 5 dagen van tevoren toch licht verteerbaar voedsel eten. Voordat je gaat laxeren. Ik denk, nou, ik heb toch nog wat extra ingeslagen. Laat ik maar gewoon even een paar dagen nog doorgaan. Dus moet ik straks toch weggooien. Wat een kutspel. Ik moet mijn drivers gaan zitten updaten. Ook gewoon negeren. Er is ook een driver update beschikbaar. Waarschijnlijk loop ik al 40 updates achter, maar dat maakt niet uit. Ik wil niet in, ik wil gewoon updaten. Ja. Ik zit wel nog met een dilemma om een barbarium. Daar zal ik dadelijk even op terugkomen. Ik ben eerst even hier mijn klerk aan bouwen. Dat dit een manskerel is, eerlijk gezegd. Ik heb er echt wel op mail staan. Hier programma's downloaden. Mail. En heeft hij dit? Dat is groot, hè, dat spel. Ja, laat ik het zo zeggen. Tegenwoordig is alles groot. Ja. Programma stuurprogramma downloaden mislukt. Ja, dus straks heeft Steam het niet eens. Die stopte gewoon na halverwege met een download. En zo, what? Ik had het spel gekocht en via iDeal betaald. En ik had zoiets van goed. Ik word teruggegooid naar de winkelpagina. En dan staat dat ik het niet gekocht heb. Ja. Whoops. Moet ik nog een naam verzinnen? Wacht. Oh, dat is blijkbaar gewoon vertragingen. Whoops. Shit.
Nee, ik wil geen fucking nieuws, laat toch lekker op. Connect. Connected. Wat waren we trouwens? Een digital deluxe ding. Een gnome. Nou, oké, die heb ik. Ook gnome, hadden we dat gekozen, ja? Ah ja. Gaan we een Vulcan spelen? Ik denk het wel, hè? Of niet? Ik speel een Vulcan. Oh, wacht. Eerst even wachtwoorden updaten, want dan ben ik morgen weer vergeten. Wat hebben we hier? Wat geeft die? Die nieuws dan lijkt een even stuur. Simpel klik ik aan. Ik denk. Guardian? Dat wil ik niet. Oh nee, ik ben denken dat je klaar bent als je check dragen mag. Moet je ook nog een Guardian aanmaken? Bedraad. En wat, ben je, wat heb je gemaakt? Ik had een rockgnome cleric. En die gaat er Bart bij krijgen straks. Een multiplayer start hoef ik geen Guardian aan te maken, lijkt me. Maar dan mag jij dadelijk kijken als je in de menu zit, als je multiplayer doet, of je daar een Guardian aan moet maken. Ja, even de herrie wat zachter zetten. Wordt een support namelijk. Krijgen we dadelijk nog wel te zien. Ga ik even vanuit het filmpje. Kiepen. Yes. Nou, naar multiplayer gaan, kan ik hem daar zo gezegd of... Die zit op 1022 frames per second. Oh ja, ik heb VSync aan staan. Is trouwens een optie, daar moet ik het met jou even over hebben. Wat we daarmee gaan doen. Er is een optie voor een multiplayer of je dromen en private moments deelt met de party, ja of nee. Standaard staat hij uit. Private is private. Ja, dat kan leuke dingen zijn. Dus weet je wat het is? We zitten dan toch te wachten tot jij met die shit bezig bent. Het is leuk als we dan mee kunnen kijken. Ja, dat was ik dus ook aan het denken. Dus die moeten we dan wel even aanzetten. Dat is share private moments in gameplay.
Oh, jeugers. Als ik een launch doe. Yo. Yo. Dan kunnen we gewoon check eraan maken. Oké, okay, dus singleplayer check er is anders dan multiplayer zoiets. Kunnen we het beste gewoon direct multiplayer doen. Nou, als het goed is, is er in ieder geval een game hoog. Check, dan maak ik hem pas nadat je de game gelaunched hebt in multiplayer. Oh, wacht. Oké, okay, dan spring ik even uit. Want ik had zoiets normaal gecheckt, dan jump ik dan erin. Maar dat, Ja, dat is precies wat ik gedaan heb. Ik had het check aangemaakt. En ik doe multiplayer. Ik denk, oh, dan doe ik hem gewoon eens even launch, even kijken wat er gebeurt. Ik krijg de check te genereren. Ik denk, oh, ja, oké. Okay. Dan ook. Je game? Als het goed is, moet je mij gewoon kunnen zien, want hij staat op friends only. Als jij in de lobby kun je volgens mij gewoon een vinkje aanzetten voor Anzoni. Ben je al... Je zit natuurlijk ook niet op mijn friendslist in Larian, denk ik, of wel? Het zal toch om Steam gaan, ga ik even uit. Gewoon in de lobby, als je dat vinkje aanzet voor Anzoni, zie je hem dan? Nee. Zal ik mezelf eens even online zetten. Zie hem nou wel? Ja, nou in ieder geval wel in de Steam. Ja, daar is een rode lobby. Contact! Gameplay. Explorer, Balanced of Tactician. Of ja, Explorer of Balanced. Wacht maar wat. Zullen we op Balanced zetten. Nou, number of slots 2. Friends only, de rest, whatever. Hoezo heeft jouw avatar gewoon een koekje en ik niet? Omdat ik dat zo heb laten tekenen. Godverdomme man, niet eerlijk. Misa Cookiesa. Crash. Ook een error. Ja? Ja. Dan gaan we dadelijk toch direct eens 11 starten. The connection to the server has timed out. Bam 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 bam. Kijk, daarom is het goed dat we zulke dingen testen voordat Pascal er is. Ja, ik heb nog geen Vulcan Arrow gehad eigenlijk. Nee, maar ik ben ook al een paar keer op en neer gesprongen tussen de game en de main menu en zo. Even kijken. Create. Zeg maar als je zover bent. Nou, lobby is hoog. Ja, kom act. I am ready. You are starting. I am escaping. Kijk, nou krijg ik wat. Ja, dan kunnen we het aanmaken. Ik ga geen origin character aanmaken. Ik maak gewoon een custom. Ik ook.
Dus we kunnen wel wat met... Oh, maar nou zit jij toch hier, dan kun je meekijken. Ik zit in mijn dilemma voor mijn barbarian. Wolf Goldwarf? Ik ben niet zo bekend met D&D. Hè. Ik weet echt het verschil niet tussen die lui. Nee, maar als je kijkt, als je gewoon een barbarian selecteert en dan een dwarf. Goldwarf, kun je niet wel zien wat hij krijgt als je op de subrace feature hangt. Subrace. Ik heb nog helemaal geen subrace van, wat subrace is. Gearsings. Hey, Dick Style. Oh ja, je bent al bezig met je appearance. Maar hey, hoe zit ik nou? Dan zou je denk ik iets terug moeten. Je moet aan de linkerkant krijg je die custom. En dan kun je het race selecteren. Ah, en de class. Ja. Dus als je class barbarian pakt. Ah ja, barbarian ken je op zich wel, hè? Rage. Bla bla bla. Je kent het wel. Ja. En als je dan dwarf pakt als ras en subras gold dwarf. Ik heb bij gold dwarf ook zien wat dat doet. Extra hit points is fijn. Mm-hmm. En zeker als barbarian, hè? Op zich. Die is eigenlijk de standaard barbarian, even makkelijk gezegd. Maar als ik naar race half-orc kijk, meteen bij half-orc zelf, de rechtse Savage Attacks. Mooi eens even. Je zegt orc? Half-orc. Ja, en dan? De laatste race feature dat hij krijgt. Het Savage Attack. Ja, dat is heel vet. Als je er inderdaad voor kan zorgen dat je crit chances kan verhogen. Elk wapen heeft standaard 1 op 20, een D20, crit chance. Meestal is dat gewoon de 20 dat je crit. Sommige wapens is dat ook met 19. Heb je dus dubbel zoveel crit chance natuurlijk. Maar er zijn in D&D, en ik weet niet of dat hier ook is, manieren om die crit chance nog hoger te krijgen. Als je dat inderdaad kan krijgen in dit spel, is dat super, super, super vet. Ja, precies. En dan is het inderdaad gewoon, ja, slagpartij. Ja, precies. Als je dan slaat, is het eigenlijk... Op een baas na waarschijnlijk gewoon dood als je triple hit doet in plaats van double hit. Ja, nee dat, zo episch is dat nou ook niet, maar okay. Zo. Wat wil jij hier gaan spelen nu in onze testrun? Ik ben eerst even kijken wat we aan classes hebben. Oh, we hebben ook monks, dat is ook leuk. Dus jij gaat barbarian zijn. Nou, ik weet nog niet. Het ligt me net aan wat jij pakt. Dat moet niks uitmaken, gek. Gewoon wat pakken. Ik heb in principe 3 zaakjes builds klaarstaan. Ik pak dan een bonk. Ik ga dan...
dat ik die supportbeeld ga proberen. Eens kijken hoe dat die werkt. Ja, die klerk Bart. Ik ben aan het bedenken of ik gewoon eigenlijk een bogus figuurtje ga maken. Ik denk het wel. Ik ben eigenlijk denk ik gewoon aan een halfling monk of zo, of een gnome monk. En nou kun je wat uitproberen. Echt gewoon lekker fucking laag en laat maar komen. Ja, kun je in de kruis schoppen. Juist. Kick that ass. Overgekozen. Maar niet met zong, ja, hè, deze. Die. Daarop staan. Oh nee. Nee, ja, wel daarop staan. Een 14, charisma 14. Hoe doe ik mijn stats rollen? Je hebt gewoon bij abilities kun je je points erin zetten. Oh ja. Oh, ik kan die inzetten. Nee, wel een 16. Smaal ook niet zo. En ja, Chris Maal hebben we ook 16. Of zitten we er? Moet iets in. Pakken. Ik ga religion doen. Ja joh, echt wel. Heeft hij een challenges op hem terug? En de parents. Wat? Heel neems.
Ja, dat kan ik wel doen. Fucking customization gek. Ja, ik heb dat dit keer voor onze dingen maar gewoon een beetje random van, oh ja, laten we dat doen. Dit gaan we dus echt gewoon helemaal zeker doen, nou. Oh god. Dat is natuurlijk het nadeel van D&D aan D&D type games. Character creation. Well.
Oh, wacht, dat is nog beter. Dan was ik natuurlijk ook wel wat sneller klaar met Check the Creation, omdat ik al in de check net al offline gemaakt had. Ik weet net al alle klassen en cases bekeken had. En wil het iets lukken? Ik ben er maar niet uit. Dan ben je weer bij Freaky Tentacle Face. Ook niet echt op het letten, die kaart. Nee, inderdaad. Ik bedoel, maar het zag er best goed uit, hè? Dan ziet het er wel aankomen, denk ik dan. Als je je werk doet, wel ja. Hey, hier op teleport. Ah, mindflayers, man. Die winnen altijd. Oh oh. Geen zombies. Oh nee. Haggins.